De vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, Melvin Bouva, is tijdens de 140ste vergadering van de Interparlementaire Unie, IPU, unaniem gekozen tot president van het bestuur van het Forum van Young Parliamentarians. De bijeenkomst is gehouden van 6 tot en met 10 april in Doha, Qatar, en hebben ruim 160 landen hieraan geparticipeerd. Met deze verkiezing neemt de vicevoorzitter de hamer over van de Oegandese Maurine Oussine. Naast Bouva bestond de delegatie uit de parlementariërs Rosé Hopkinson en Diana Pocky en de substituut griffier Agatha Ramdas. Volgens Bouva is het een hele eer voor Suriname om deze positie te mogen bekleden. Nou, dat betekent een zekere erkenning. Zeker vanwege het feit dat we ons hebben moeten klauteren vanuit een achtergestelde positie al vanaf de geopolitieke groep van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied binnen de IPU tot aan nu het hart van de organisatie, niet alleen als president van het Youth Forum van de Interparlementaire Unie als grootste organisatie van parlementen internationaal, maar ook als lid van het bestuur, kwaliteit qua is dat zo, dat zowel de president van het Youth Forum als van vrouwelijke parlementariërs vanwege de functie zitting hebben in het hoofdbestuur, executive committee van de IPU. En dat betekent een grote uitdaging tegelijk, persoonlijk, maar ook natuurlijk vanuit het parlement welke ik in de IPU vertegenwoordig en Suriname. Want dergelijke functie invullen, meestal kent men meer je land dan je naam, betekent dat je je vlag en je land op de wijze waarop je de invulling geeft, toch wel op een behoorlijke manier gaan moeten uitdragen. Bouva zegt verder dat het Forum statutair in 2013 is opgericht om parlementariërs tot en met de leeftijd van 45 jaar te organiseren en hun specifieke belangen binnen de organisatie en wereldwijd te behartigen. Ook daarbuiten, ook naar de wereldagenda toe, ook naar de verschillende zaken die in de individuele lidlanden voltrekken. Op het gebied van democratie, op het gebied van het werk van parlementariërs zijnde. Om dat inderdaad te gaan behartigen. Dus dat is een heleboel. Maar het betekent natuurlijk ook dat op de eerste plaats, zoals ik dat ook heb aangegeven, wij verder zullen moeten werken en mijn focus zijn op de institutionele versterking. Dat betekent, je moet die organisatie eerst sterk maken. Je moet de leden binnen de organisatie versterken. Dan praat ik over een volgende poot als het gaat om capaciteitsversterking. Waar naar mijn ervaring hier in het parlement, in het Surinaamse parlement, nu al in mijn tweede periode, zittende met ook jonge leden van het parlement, ook vrouwen binnen het parlement, weet ik, dat ook als je het vergelijkt met jonge leden en vrouwen internationaal, dan zie je dat veelal het niet is dat er sprake is van onwil, maar veelal nog veel ruimte is voor de versterking. Veel ruimte is om, zeg maar, door middel van scholing en door middel van meer ervaring en uitwisseling van ervaringen. Melvin Bouva, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée. Hij is vorige week tijdens de 140ste vergadering van de Interparlementaire Unie, IPU, unaniem gekozen tot president van het bestuur van het Forum van Young Parliamentarians.